Welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Talk Supply Chain. Onze online serie waarin we vanuit onze studio in Antwerpen de laatste trends en innovaties, maar ook de grootste uitdagingen binnen supply chain en logistiek bespreken met onze gasten. Stuk voor stuk experts die elk op hun eigen manier een leidende rol spelen in onze branche. Mijn gast van vandaag heeft ruim 15 jaar ervaring in supply chain en operations en daarin een indrukwekkend cv opgebouwd in diverse rollen. Zowel aan de kant van de fabrikant en meer recent ook aan de kant van de retailer. Een ervaren leider die zijn supply chain expertise combineert met een sterke interesse voor commercie. En dat is waar Koen de Vos het verschil maakt. Welkom Koen. Dankjewel. Allereerst bedankt voor de komst naar de studio om vandaag dit gesprek te hebben. We gaan het komende half uur het hebben over verschillende onderwerpen. Van duurzame supply chains tot en met digitalisering, de rol van data. Het zal ongetwijfeld bij jullie ook hoog op de agenda staan. En af en toe ga ik je vragen om iets op te schrijven op ons bordje. Of om enkele van de foto's die ik heb meegenomen van wat commentaar te voorzien. Maar voordat we de materie induiken, wil ik je eigenlijk vragen om mezelf even kort voor te stellen aan de kijker. En wat jouw rol precies inhoudt. Ja, ik ben dus Koen de Vos, directeur supply chain voor Colruyt Laagste Prijzen. En mijn rol bestaat er eigenlijk in. Eigenlijk is mijn verantwoordelijkheid om een context te creëren waarin onze supply chain op de meest duurzame en meest efficiënte manier kan opereren. Zodat we dan dit kunnen doen tegen de laagst mogelijke kosten, om zo ook de laagste prijs te garanderen aan onze klanten. Kijk. In essentie komt dan neer dat je probeert een context te creëren waar medewerkers graag komen werken, zich ten volle kunnen geven. Dat betekent ook dat ze de middelen krijgen om kwalitatief, efficiënt, effectief te werken, autonoom. En dit zowel voor onze distributiecentra en retourcentra op onze drie sites in België, in Halle, Oligny en Gilangien, als op de supply chain planning afdelingen, als bij de afdeling transport. Klinkt als een hele ruime, maar ook zeker een hele uitdagende functie. Ik was nog even benieuwd om te weten, wat is eigenlijk je pad geweest naar deze functie toe? Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, eigenlijk, ik zou bijna zeggen, toevallig. Ik heb landbouwingenieur gestudeerd, maar dan via de studentenkring, Presidium, zo in contact gekomen met een aantal bedrijven, waaronder Procter & Gamble, waar ik ben blijven hangen, binnen supply chain. En zo heb ik mij daar verder in ontwikkeld. En na 13,5 jaar was tijd gekomen voor iets anders. Ik had de leverancierskant gezien, nu een keer de retailerszijde. Heb ik een inloopstage of een inlooptraject gekregen van 14 maanden bij Colruyt om de firma van binnenuit te leren kennen. En van daaruit doorgegroeid divisiemanager supply chain en nu directeur supply chain. Wat is op dit moment de grootste uitdaging binnen je job? De grootste uitdagingen worden natuurlijk een stuk gedreven door de context. Voor eerst de Oekraïne-crisis, die leidt tot een aanvoercrisis, die leidt tot een energiecrisis. Daarnaast ook is duurzaamheid, klimaat zeer actueel. Vergroenen van de supply chain in zijn geheel, vergroenen van de logistieke activiteiten en uiteraard ook van de transportactiviteiten. Ja, allemaal onderwerpen die verderop in het gesprek ongetwijfeld nog voorbij gaan komen. Ik twijfel er niet aan. Was het werken of een carrière in de logistiek en in de supply chain iets wat u als kind al voor ogen had? Nee, helemaal niet. Nee? Ik wou landbouwer worden. Echt waar. Wat goed. En dan ben ik ook bio-ingenieur gaan studeren, zoals gezegd. Maar dan toch toevallig in supply chain terechtgekomen. Mm-hmm. En ik doe het graag en ik blijf erin. Het is ook zo dat supply chain of als discipline toen, maar ook vandaag, minder gekend is en vaak onbekend is onbemind. En dan zie je ook vandaag nog dat voor studenten een traject in supply chain geen logische of geen evidente, geen voor de hand liggende keuze is. Het is ook daarom dat we bijvoorbeeld als Colruyt mee onze schouders willen zetten onder een initiatief van Artevelde Hogeschool, om eigenlijk leerkrachten uit het middelbaar onderwijs kennis te laten maken met de wondere wereld van supply chain en hen ook een aantal lespakketten aan te bieden die zij dan kunnen meenemen naar de klas, in de hoop dat natuurlijk scholieren geïnteresseerd raken in supply chain en dan kiezen voor een opleiding, een verdere bekwaming in hogeschool of universiteit. Ja. En dan 3, 4, 5 jaar later als supply chain professional afstuderen en hopelijk kiezen er dan ook een paar voor Colruyt. Om een landbouwersmetafoor te gebruiken, moeten we het zaadje vroeg planten. Exact, dat is wat we doen. Ja. Hey, super.
Wat is het dan nu, 15 jaar verder in de carrière, wat maakt het tot op iedere dag nog steeds zo interessant qua vakgebied? Ja, de dynamiek in eerste instantie voor mij. De dynamiek van het laten stromen van die goederen doorheen die keten van leverancier tot op het schap. Ja. Het is ook een discipline waar je heel veel met mensen samenwerkt. En dat is ook de voorbije jaren gebleken, tijdens die coronacrisis, nu ook tijdens die aanvoermoeilijkheden. De betrokkenheid en het doorzettingsvermogen, de moed van mensen in die sector is toch hartverwarmend en is om heel veel respect voor te hebben. Ja. Ik heb daar echt zelf van dichtbij. Natuurlijk, tijdens die coronacrisis was dat heel duidelijk in de zorgsector en bij het winkelpersoneel die elke dag klaar stonden om mensen te helpen in hun basisbehoeftes, om zorg toe te kennen. Maar ook achter de schermen, in de logistieke ketens voor die zorgsector en voor die voedingssector, werd er heel hard gewerkt, werden er heel veel overuren gedaan om mee te kunnen met het hamsteren enzovoort. Ik heb daar heel veel betrokkenheid, ik heb daar heel veel passie gezien. Ja. En heel veel veerkrachtige medewerkers, die dan samen voor een gemeenschappelijk doel gaan en dan gedreven door een gemeenschappelijke missie en passie, een veerkrachtig team vormen. En die veerkrachtige teams vormen dan weer veerkrachtige ondernemingen die een maatschappij kunnen ondersteunen en kunnen hulp bieden op de moeilijkste momenten. Dat is prachtig om te zien. Ja, is dat denk je ook heeft dat bedrijven wakker gemaakt? Is dat iets wat nu permanent veranderd is na de crisis? Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Hm. Ik denk wel dat bedrijven die onstoppable rush naar verdere globalisering, doorgedreven kostenefficiëntie, denk wel dat daar een stuk een kentering gaat komen, dat we meer naar netwerken, lokale productie, lokale netwerken zullen gaan, of toch een combinatie van de twee. Ja, zekerheid zal daarin... Zekerheid zal veel belangrijker worden. Ja, een grotere rol spelen dan de efficiëntie-gedachte die lange tijd hoogtij gevierd heeft. Efficiëntie zal altijd hoogtij vieren, maar de manier dat er naar gekeken wordt en eigenlijk de bijna... in sommige sectoren het bijna blindelings vertrouwen dat er geen risico is, dat is er wel uit, denk ik. Dat is goed ook. Ja, het risico vermijden. Dat is inderdaad een goede manier, denk ik ook inderdaad, om het zo te omschrijven. Wat is binnen jouw ervaring de afgelopen jaren, het afgelopen decennium, de grootste ontwikkeling in de branche geweest binnen supply chain en logistiek? Een soort van aha-erlevenis die je beeld van het vakgebied misschien wel blijvend veranderd heeft? Logistiek is altijd in beweging, is altijd een ontwikkeling. Ik denk als je wil gaan naar een echt grote ontwikkeling die een heel stuk bijgedragen heeft tot de globalisering, dan is het eigenlijk zo simpel als een container die het verschepen van goederen over grote afstanden in een bulk heeft mogelijk gemaakt. Maar ook recent zie je heel veel evoluties op vlak van automatisatie. En vooral de stap naar flexibele automatisatie, waar vroeger dat je eerder statische automatisatie had, in een bepaalde vorm voor een bepaald volume, zie je nu veel meer schaalbaar, die automatisaties en ontwikkelingen die schaalbaar, sneller schaalbaar of downscalable zijn. Ja. Je voelt dat modulaire... die focus daar veel meer op dat modulaire en op dat flexibele ligt. Ja, dat we niet meer tegen de traditionele capaciteit van de maximum capaciteit van automatisatie aanlopen die en overcapaciteit te vroeg bereikt wordt. Ja, het vermijdt ook de overcapaciteit. Het moeten inschatten van wat zal mijn volume zijn binnen 20, binnen 30 jaar en daar dan naar bouwen. Ja. Wat zie je als de grootste uitdaging in supply chain in de komende 5 jaar? Ik zou zeggen, dan spring ik terug naar de vorige vraag, die veerkracht waar ik het over had. Uiteindelijk, die veerkracht behouden in de supply chains is voor mij denk ik een belangrijke uitdaging. En zoals we net zeiden, een belangrijke voorwaarde daarvoor zal zijn de nodige capaciteit daarover kunnen beschikken. Capaciteit, dan spreken we over productiecapaciteit. Evengoed grondstoffen, zowel de machinerie als grondstoffen die beschikbaar
moeten zijn. Mm-hmm. Transportcapaciteit. En er liggen zeker 3 grote werven. Eén rond mobiliteit. Eén rond vergroen van transport. En een werf ook rond het aantrekkelijker maken van de job. In het verplaatsen van, of het vervoeren van mm-hmm. Producten en goederen. En dat brengt mij direct bij een andere vorm van capaciteit. Dus werkcapaciteit, arbeidskrachten zou je kunnen zeggen. In België is het vandaag zo dat voor elke 10 werknemers of werkwilligen die uitstromen, dat er 8 instromen. Tegen 2030 verwachten we dat dat 6 à 7 instromende per 10 uitstromende zullen zijn. Dus dat betekent dat we fundamenteel anders naar supply chain gaan moeten kijken, ons gaan moeten inrichten, anders moeten kijken naar de manier dat we werken en aanvullen met automatisaties. Ja. Daar zijn we terug. Ja. Ja, ik wilde dit vragen. Hoe gaan we dat oplossen? Dat probleem. Specifiek natuurlijk de chauffeurs tekorten, of niet? Want tekorten over het algemeen, denk ik, van mensen binnen de logistiek. Ja, algemeen in alle sectoren, denk ik, maar specifiek ook in logistiek. We proberen, denk stap 1 is mensen warm maken voor logistiek. Hè? De aantrekkelijkheid van de sector, van de discipline in de kijker zetten en mensen dat ook laten voelen. Daarnaast zal vooral opleiden van mensen zelf belangrijk zijn. En anders gaan inrichten om het met minder mensen te doen. Hè. Een voorbeeld in transport zijn dan de self-driving trucks. Wat kunnen die ons brengen? Wanneer zal die technologie klaar zijn? Volgt het beleid of blokt het beleid dit af? Dat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst. Ja, wat ik eigenlijk hoor zeggen is dat we het over 2 boegen gooien. 1 is de verdere investering eigenlijk in automatisering die ons mensen helpt om ons werk sneller te kunnen doen. Ja. Waardoor we minder afhankelijk zijn van de instroom van mensen in de logistiek. Maar daarnaast ook, denk ik ook wat je in het begin van het interview aangaf, is het aantrekkelijk maken van de studierichting en van het vak voor jonge mensen die hun richting nog mogen kiezen. Ja, zeker. Ergens is het altijd zo dat het idee dat de supply chain, dat zeer operationeel doen en niet denken is. Ja. Dat is een beeld dat volledig achterhaald is. Het is echt een verhaal, denk ik, van mens en machine, hand in hand, voor de komende jaren. De machine of de automatisatie die de mens ondersteunt in repetitieve of ergonomisch zware taken, zodat de mens zich kan focussen op het aansturen, zelfs van een aantal kobots bijvoorbeeld. Daar ligt volgens mij de toekomst. Ja. Denk je niet dat dat beeld, of in ieder geval de relevantie van het vakgebied, dat dat nu alweer, met name de afgelopen paar jaar, dat dat al versterkt is ten opzichte van daarvoor, juist door een coronapandemie, door een conflict in Oekraïne die de supply chain op zijn kop zet, raw materials? Dat zou kunnen. Ik weet niet hoe zichtbaar dat is voor mensen die niet, buiten die sectoren of buiten die functie werken. Het is zo zeker dat binnen bedrijven het belang van supply chain, het concurrentiële voordeel dat je met supply chain kunt behalen, nu meer dan ooit duidelijk geworden is. Ja. Dat is zeker. Bij deze ook een oproep, denk ik dan. Voilà. Alle kleine beetjes helpen. Ja. Verder bouwend op mijn vorige vraag. Zou je de volgende zin eens willen aanvullen? Bedrijven in de supply chain zouden meer moeten investeren in? Wel, we hebben het net gehad over de aantrekkelijkheid van de rol. Hè? Dat ga ik niet herhalen. Ik denk ook meer aandacht voor risicoanalyse en business continuity management. Om te vermijden dat in geval van veranderingen, in geval van onderbrekingen, het geheel of de bedrijfsvoering stilvalt, zal denk ik nu ook heel veel meer aandacht krijgen. En daarnaast zou ik ook zeggen, volop gaan voor duurzaamheid en vergroenen van de supply chain. En dat begint dan met het groter plaatje voor ogen houden. Daar dan volop en voluit, wholehearted zou ik zeggen, mee aan de slag gaan. En durven ambitieus zijn. Ruim 20 jaar geleden was Colruyt de eerste windmolens aan het bouwen op onze logistieke sites. Daar kregen we soms letterlijk en figuurlijk ook wel wat wind mee van voor. Het was niet altijd begrip waarom we dat deden. Ook zo wanneer dat we
naar buiten kwamen met het feit dat we wilden investeren in waterstof, dat we geloofden in die technologie, dat we daar zelf onderzoek gingen naar doen, werd er toch wel kritisch naar gekeken, zeker toen dat we dan een aantal waterstofwagens aankochten. Maar kijk, ondertussen hebben we leren waterstof produceren, hebben we die waterstof leren opslaan, hebben we gezien onder welke vorm dat we die kunnen tanken, in wagens, ook in transpaletten op waterstof die bij ons rondrijden. En in de toekomst ongetwijfeld ook in trucks en wie weet wel schepen. Het is een verhaal van moeten en durven. Het is een verhaal van moeten en durven. Soms moet je gewoon de stap zetten en als je kijkt, ontwikkeling op vlak van elektrische trekkers, elektrische wagens, elektrische bakwagens, elektrische trekkers. Er is heel veel ontwikkeling rond. Er zijn een aantal prototypes beschikbaar. Of voor de 44 ton trekkers hebben we al zicht op een aantal prototypes die op de markt zullen komen. We zijn daarvoor in nauw contact met de grootste constructeurs in Europa. Op waterstof is een heel ander verhaal. Er is weer meer het verhaal van de kip en het ei. Er is geen infrastructuur, dus er wordt weinig ontwikkeld in de trekkers. Er zijn geen trekkers, dus wordt er niet geïnvesteerd in infrastructuur. Ja. Dus hebben we als Colruyt-groep gezegd van kijk, wij geloven erin. Wij gaan onze schouders daar onderzetten en we gaan ermee zien. En dan, we gaan eraan werken en dan zie je dat er ook een bepaald moment tractie ontstaat. Hè. Mm-hmm. In Europa, de Europese Commissie spreekt nu heel duidelijk zich uit voor waterstof. Ook in België, denk eind vorige week of begin deze week, kwam de federale overheid naar buiten met een waterstofplan, waarbij dat de waterstofstrategieën worden aangescherpt. Waarbij de premier zegt van kijk, we spelen een belangrijke rol in aardgas. Dat is omwille van een strategische keuze die we 25 jaar geleden gemaakt hebben. Ja. We hebben die keuze nu, we gaan nu diezelfde keuze maken voor waterstof. Ja. En dat doet mij veel plezier. Ja, dat is zeker, zeker interessant. Een aantal dingen die je aangeeft hè, met betrekking tot sturing en het geven van kaders vanuit een overheidsinstantie is daarbij. Dat helpt natuurlijk. Hè. Dat geeft in dit geval denk ik een zetje in de rug. Ja. Wat je aangaf rondom, rondom duurzaamheid. En ik denk dat er nog veel organisaties zijn waarbij duurzaamheid een ambitie is. Waarbij het ja wellicht in concrete plannen omgezet wordt. Maar om daadwerkelijk impact te creëren, zou je zeggen dat de ondernemersgeest is die ervoor zorgt dat je daadwerkelijk stappen maakt? De ondernemersgeest? Just do it. De just do it, ja. En natuurlijk, je moet ook de capaciteit en je moet de capaciteit hebben. Je kan van een kleine KMO niet verwachten, als ze met 2-3 mensen zijn, dat ze iemand gaan vrijmaken om daar pionierswerk in te doen. Dus dat is natuurlijk de missie van je bedrijf daar ligt. Mm-hmm. Maar ja, het vertrekt altijd van een stuk geloof in en het groter beeld voor ogen houden. Mm. Het geloof dat we beter moeten doen voor het klimaat. Dat we daar iets moeten in veranderen en dan kijken wat is hier nu binnen onze context, waar hebben wij pak op? En daar dan zeggen, oké, hier wil ik iets mee doen, hier ga ik mee aan de slag. En hier wil ik ambitieus in zijn. En dan komt je ondernemerspirit komt dan automatisch bovendrijven. Ja. Ik heb een tweetal quotes of uitspraken waar ik graag je reactie op zou horen. De eerste is, winst zal altijd voorgaan op het klimaat. Ja, dat is een mooie boutade. Nee, kijk, het is zo, een bedrijf moet winst maken. Ja? Om rendabel te zijn. Winst maken is nodig om lonen te betalen. En bij Colruyt werken 30.000 medewerkers. Wij moeten winst maken om die mensen hun loon kunnen uit te betalen. Ja. Winst is ook nodig om te kunnen investeren in de toekomst. Ja? Om relevant te blijven, om toekomstgericht te zijn. Dus voor eerst winst maken, dat denk ik wel. Dus als de vraag betekent, klimaat gaat voor op het winst maken rendabel zijn, dan zeg ik nee. Ja. Als de vraag is, klimaat gaat voor op maximaal winst maken en zoveel mogelijk in het bedrijf houden of uitkeren aan aandeelhouders, mm-hmm. dan zeg ik, ja, klimaat moet daar kunnen voorgaan. Je moet kunnen op een bepaald moment zeggen van, oké, dit is pionierswerk. Die elektrische trekker,
die kost mij vandaag 3-4 keer zoveel dan een traditionele trekker. Mm-hmm. Maar ik wil leren met die technologie. Ik ga die investering maken. Ja. Ja, dat is denk ik een heel mooi concreet voorbeeld inderdaad van zaken waar heel veel van onze collega's denk ik ook mee te maken hebben. Ja. Dankjewel, inderdaad interessante visie. Ik heb nog een tweede quote. Zonder data ben je gewoon een ander persoon met een mening. Of weer een persoon met een mening. Er zit iets in. Bij mijn vorige werkgever was er een directeur en die had achter zich... een kader hangen met daarin de quote: In God I trust, all others need to convince me with data. En weten, gaandeweg de laatste jaren is data een steeds grotere rol gaan innemen. Dat is ook zo in supply chain. Zowel op strategisch niveau als tactisch operationeel, voor de operationele aansturing, is data heel belangrijk. Belangrijke voorwaarde is dan natuurlijk datakwaliteit en data-integriteit. Mm-hmm. Als die niet goed zit, ja, wat betekent dat cijfer dan? Wat is de juiste definitie van dat datapunt? Wat betekent dat dan? Wat kan ik daaruit concluderen? Als dat niet scherp staat, dan dreig je foute beslissingen te nemen. Data is heel belangrijk. Het zal steeds belangrijker worden. Data efficiënt verzamelen, opslaan, veilig, kwalitatief. Zal belangrijker worden en die data efficiënt weten aan te wenden voor de bedrijfsvoering. Mm-hmm. Daar kunnen we niet buiten, maar tegelijkertijd toch ook een oproep. Buikgevoel, ervaring, toch ook niet in de wind slaan. Ja, een soort gut feeling zeker niet afschrijven. Zeker niet. Hoe geavanceerder de beschikbare, of hoe meer de beschikbare data, hoe meer data er beschikbaar is en hoe geavanceerder natuurlijk onze technologie is waarmee we die data daadwerkelijk om kunnen zetten tot informatie. Ja, dat gaat tot betere beslissingen leiden. Ik was heel benieuwd of jullie dat binnen jullie organisatie ook als zodanig ervaren. Of je gaf net aan data kwaliteit en data integriteit. Ja. Zijn dat specifieke uitdagingen voor jullie op dit moment? Dat zijn uitdagingen, ja. Omdat natuurlijk. Het is maar door die technologie te beginnen gebruiken en te zien wat die modellen nodig hebben enzovoort, dat je ook echt pas begint te beseffen van oké, hoe belangrijk is een scherpe definitie, hoe belangrijk is het dat die datapunten correct gelabeld worden. En daar hebben wij in onze eerste projecten wel wat tegenaan gelopen. Daar hebben we soms projecten 6 maand vertraging moeten accepteren om eerst die data correct en zuiver te zetten of tussen verschillende commerces heen, dezelfde KPI, maar dan toch een andere invulling van de definitie en dus andere data. En weet je, dan kijkt uiteindelijk naar dezelfde KPI, maar uiteindelijk naar een ander gegeven. Dat een stuk geluk brengen, daar hebben we wel wat leergeld in betaald. De bikkelharde realiteit. Yes. Goed. We gaan het nu even omgooien en het wat meer aan de fantasie overlaten. Want stel, er zou een ministerie van supply chain zijn en ze zouden u als minister van supply chain gekozen hebben, of misschien wel na een lange sollicitatieprocedure. Wat zou de eerste prioriteit dan zijn? Ja, met wat we net vertelden, in het achterhoofd zou ik zeggen, betere en diepgaandere stresstests voor kritische aanvoerketens, zoals die vandaag ook bestaan voor banken bijvoorbeeld. Dat lijkt me zeker een belangrijk aandachtspunt. En dan ook zorgen dat voor die belangrijke of die kritische aanvoerketens, dat er afdoende alternatieven of een netwerk waarin parallel kan geschakeld worden, bestaat. Dat kan ingezet worden in het geval van crisis. We gaan het nog interactiever maken. Zo. Het is geen benaderingsvraag, het is een ik weet het of ik weet het niet vraag. En ik uitnodig om het eerst op het bordje te schrijven en daarna even aan de kijkers te laten zien. Tegen wanneer moeten bedrijven volgens het Parijsakkoord klimaatneutraal zijn? Grote test. Zo. Ik hoop dat ik het juist heb. 2050. Ja, correct. Goed op de hoogte. Dankjewel. Mag ik jou eens een vraag stellen? Ja, dat mag zeker. Wist ik dit even uit. Tegen wanneer denk je dat
Colruyt Groep klimaat- of CO2-neutraal wil zijn? Dat is een gevaarlijke vraag, hè? Wat een leuke. Ik schat ook zeker in dat jullie dat 10 jaar voor die deadline kunnen gaan halen. Ja. We durven nog iets ambitieuzer zijn. We hebben vandaag als doel 2030 gezet. Grotendeels of vooral door verdere evolutie van technologie. Het is zo dat wij oorspronkelijk een goede 130.000 ton CO2-uitstoot hadden. Die hebben we al door verschillende interventies gereduceerd naar 87.000 ton. Ik denk dan aan geen CO2 meer gebruiken in onze logistieke ketting. Maar we hebben een nieuw concept ontwikkeld met een soort karrencontainers waar dat we dan vloeibaar ijs inspuiten voor koeling. Natuurlijke koeling in de winkels, warmterecuperatie enzovoort. Het klinkt inderdaad alsof er echt een stevige agenda achter zit. Het is niet, dat is zo. Niet zomaar een, we het net over hadden, het ondernemerschap, wat hiermee denk ik wederom tot uiting komt. Ja. Dat is natuurlijk een fantastische ambitie om, om per 2030 deze mijlpaal te behalen. We gaan ervoor, het is spannend, maar ja. We gaan ervoor. De wereld om ons heen verandert, continu. Ja. Een van de buzzwords die we daar wel eens voor gebruiken is bijvoorbeeld VUCA. Volatile, uncertain, complex en ambiguous. Dit buzzword is al eerder ter sprake gekomen, ook in een andere aflevering van Let's Talk Supply Chain. Van welk buzzword gaan uw haren recht overeind staan? En dat mag zowel in een positieve als op een negatieve manier zijn. Recht overeind staan misschien niet, maar een van de buzzwords, denk ik, die stilaan wel wat van kracht is verloren, is volgens mij blockchain. Dat was een tijd, tot 1,5-2 jaar geleden, was blockchain leek de oplossing voor alle problemen en processen binnen supply chain. Dan zag je ook de pilots en de POCs uit de grond opschieten als paddenstoelen. Persoonlijk heb ik er zelf nog niet zo heel veel gezien die bijzonder succesvol geïmplementeerd zijn, die succesvol waren en geïmplementeerd zijn. Niet in het minst omwille van de kost voor het opzetten van zo'n blockchain. En vooral het energie-intensieve karakter van die technologie ten opzichte van de baan. Ja, dus als ik het goed begrijp, is het niet op dit moment niet een voor de hand liggend middel om in te zetten. Het kan nooit een doel op zich zijn natuurlijk. Nee. Ik denk dat het wel een tijdje een doel geweest is voor in sommige sectoren of in sommige bedrijven. In sommige sectoren heeft dat ook heel veel gebracht. De bankwereld, notariaat waarschijnlijk ook. Binnen supply chain zijn er veel pogingen gebeurd rond traceren, uitwisselen van contractdata, maar nooit succesvol genoeg om echt ingang te vinden, of op grote schaal ingang te vinden. Ja, dus nu nog niet permanent zijn intrede gedaan. Nee. Interessant, ja, nee, absoluut. En ik denk dat de buzz inderdaad zeker de afgelopen jaren ook heeft plaatsgevonden. Ja. Misschien verandert het nog, maar vandaag zou ik er toch mijn salaris niet op verwennen. Tot zover de buzzwords. Maar er zijn ook een tal van andere innovaties waarvan wij denken dat die de komende 10 jaar nog wel een stevige impact kunnen hebben op de supply chain zoals we hem kennen. Ik heb een aantal foto's meegenomen, die liggen daarachter. Je kunt dus 2 uitzoeken die het meest aanspreken. En dan ben ik vooral benieuwd naar het commentaar wat erbij hoort. Ja. Deze hebben we al uitgebreid besproken, dus die ga ik niet kiezen. Ik zal hem hier zetten, maar ik ga hem elektriciteit, waterstof al uitgebreid besproken. Ik denk nog een belangrijke evolutie, automatisatie, ook al kort aangehaald. Zowel de traditionele automatisatie in een statische vorm, high throughput, als meer flexibele vormen, samenwerkende vormen zoals cobots. Maar ook RPA, Robotic Process Automation, daar zit volgens mij wel toekomst in. We zijn er stilletjes aan ook een aantal dingen rond aan het verkennen binnen Colruyt. En ik geloof er wel in. Hopelijk wordt het niet het volgende buzzword voor over een paar jaar. Maar ik ben ook een believer als het gaat om RPA, inderdaad. Ja, absoluut.
Iets wat vaak natuurlijk over het hoofd gezien wordt als we het hebben over automatisatie. Want heel veel mensen denken gelijk inderdaad aan gigantische investeringen in productielijnen, in stapellijnen. Maar ja, het is natuurlijk een groot onderdeel daarvan. Nee, zeker. En uiteindelijk denk ik dat de toekomst veel meer naar flexibele automatisatie gaat gaan. En daarmee samenhangend natuurlijk IoT, Internet of Things, sensoren, immediate data transfers, data clouds gaan daar belangrijke voorwaarden zijn om dat nog beter te laten lopen. Voilà, ik weet niet of ik er misschien nog eentje kiezen. Ja, we hebben er één overgeslagen, dus dan mag er nog eentje bij. Ja. Dan kies ik misschien, als ik dan toch over die data aan het praten ben, ik kwam het hier net nog tegen, die data. Dan maak ik ook makkelijk de stap naar data-analyse, artificiële intelligentie. Dat is een beetje een ambigu verhaal. Sommige oplossingen staan al verder, andere staan nog echt in de kinderschoenen. Maar ik denk dat daar toch ook in die zelflerende modellen, dat daar nog wel wat toekomst in zit. Een van de zaken die ik heel hard zie evolueren op dit moment is computer vision. Door middel van camera's, beelden detecteren, afstanden inschatten, de nauwkeurigheid die men daarmee haalt. En de resultaten die ik zie in een aantal POC's die gaande zijn, of een aantal pilootprojecten bijvoorbeeld die ik zie gebeuren bij VIL. Ik denk dat die computertechnologie ons nog heel wat gaan brengen. Ik kan niet wachten. Nee, ik ook niet. Voilà. Wordt zeker interessant. Ja, interessant en ik denk ook nodig en helpful met betrekking tot de uitdagingen waar we voor staan. In een productiecontext, bijvoorbeeld in de automobielindustrie, is dat gegeven van die datasharing ook al veel meer actueel, is dat al veel meer ingebed ook. Hè? En daar stuurt de constructeur wagen per wagen de data nodig van nu heb ik dit stuk nodig, heb ik dit stuk nodig, en de leverancier komt dat aanleveren, just in time, op het moment dat stuk moet aangebracht worden aan die wagen. Het is natuurlijk een andere context, maar qua voorbeeld kan het wel tellen. Vooral waarschijnlijk een hele volle staat met innovaties waar we nog urenlang over kunnen praten. Een andere vraag. Als er iemand, en dat mag iedereen op de hele wereld zijn, iemand zou zijn met wie u dan eens een keer aan tafel zou willen zitten om echt een diepgaand gesprek over supply chain te voeren, wie zou dat dan zijn? Ah, goeie vraag. Ja, ik zou wel een keer aan tafel willen zitten met president Zelensky en eens horen hoe die logistiek van zo'n grote operatie verloopt. Onder heel grote druk, onder heel veel aandacht, heel veel stress. Beperkte middelen. Helaas. En dan toch, helaas, maar dan toch die resultaten al geboekt met hulp van bondgenoten, maar goed, toch gedaan. Zowel naar aansturen van de manschappen als aansturen van de supply chain, zal dat toch wel een logistiek gezien een gigantische uitdaging. Ik ben er vrijwel zeker van dat we nog uren kunnen doorpraten over alle onderwerpen die we zojuist besproken hebben. Maar de tijd zit er helaas alweer op. Maar als afsluiting nog wel de volgende vraag. Als je advies zou mogen meegeven aan de nieuwe generatie supply chain managers, dus de toekomst, wat zou dat dan zijn? Ja, eerst en vooral misschien beginnen te zeggen dat ik zelf nooit had vermoed, tot ik erin stapte, dat supply chain zo'n boeiend werkdomein zou zijn. Zowel strategisch als tactisch operationeel zeer uitdagend. En de komende jaren meer dan ooit van strategisch belang voor het succes en het voortbestaan van ondernemingen, groot en klein, en voor de welvaart in onze maatschappij. Dus ik denk dat er heel veel mooie uitdagingen liggen die we samen of in co-creatie aan kunnen pakken. En daar kijk ik in alle geval naar uit. Het is zeker zo, zelfs na 17 jaar in supply chain kan het mij nog steeds boeien. Daagt het mij uit. En heb ik zin om voortdoen aan de uitdagingen die er staan. Dus ik zou zeggen aan toekomstige supply chain managers, ik kijk er naar uit om dat samen met jullie te doen, als collega,
als businesspartner of als mentor of in welke hoedanigheid dan ook. Voilà. Ik zou zeggen, dank om je uit te nodigen. Hartelijk bedankt. En daarmee gaan we het gesprek afsluiten. Fantastisch. Bedankt voor je komst. En bedankt om je uit te nodigen. Ja.